Ik ben Maarten Kruijf, spreker bij de Assemblée, oud-militair, maar ook voorzitter van de Invictus Games 2020 in Den Haag. Gisteren was mij een slechte dag, omdat ze moesten meedelen dat de Invictus Games dit jaar een jaar worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Als je dan s'avonds daarop nadenkt, denk je, ja jongens, waar praten we eigenlijk over? Want uitstel is vervelend en een boel werk voor niks, maar in de context waarin dat gebeurt, is het natuurlijk helemaal niets. Volgend jaar fixen we ook wel. Maar later is me ook duidelijk dat er echt een verbinding is, niet alleen tussen het uitstel van de games en de wereld waarin we zitten, maar ook de kern van de games. De Invictus Games zijn games waarin gewonde militairen laten zien dat ze zich niet neerleggen bij het feit dat ze in een enorm gat zijn gedonderd en dat alles tegen zat. Het zijn allemaal mensen die soms na jaren van crisis hebben besloten, ik ga niet meer leven bij mijn beperkingen, mijn onmogelijkheden, mijn tegenslagen, mijn niet ingevulde verwachtingen, maar ik ga uit van mijn kracht en wat ik wel kan. En wat Invictus Games laten zien, is de onvoorstelbare kracht van de mens, die vrijwel oneindig is. En ik ben ervan overtuigd, ik wil het graag met jullie delen, dat als we blijven geloven in die oneindige kracht van de mens, die deelnemers van de Invictus Games ons laten zien, dan komen we elke crisis te boven. Ook deze. Heel veel succes de komende tijd. Let een beetje op elkaar. Ik hoop jullie snel weer te zien.